Oké, mensen, we gaan weer verder. Jullie zijn gelaafd. We gaan eerst, zoals ik aan het einde van het stukje voor de pauze zei, kijken of er in de chat nog wat is binnengekomen. En dat is zo, hè, Peter? Ja, er zijn een aantal vragen gesteld. De eerste bijvoorbeeld door Kevin. Die wou jij wel doen, hè, Wouter? Ja, dat is helemaal goed. Kevin vraagt... is het wel mogelijk en wenselijk om voor verschillende bekledingstypen de dijkveroudering onder één paraplu te scharen? Hij zegt dat hij veel werkt met asfaltbekleding op primaire keringen en dat ze daarbij op andere dingen letten bij dijkveroudering dan bij de grasbekleding. Oké, Jaap, wil jij daar misschien even op reageren? Ja, ik denk dat het goed is dat er voor elk type bekleding gewoon experts met verstand van zaken daarnaar kijken. Ik kan heel weinig zeggen over asfalt en schoenmaker, hou je bij je leest, doe dat dan ook niet. Dus ik ga gelijk met deze chat mee. Oké, dus goed punt. Volgende vraag. Ja, die komt van Rien. Rien geeft aan dat hij sowieso moeilijk te duiden vindt of het schadebeeld dat je waarneemt het gevolg is van dijkveroudering, of dat het schadebeeld ontstaat door de behoefte aan onderhoud. Oscar, dat lijkt me een vraag voor jou. Jazeker, dankjewel. Een goede vraag. En ik denk dat we net een beetje die discussie ook al hadden. Als je het over die scheur hebt, is dat dan een vorm van dijkveroudering of is dat een vorm van beheer en onderhoud? Wat we ook gezien hebben, wat in de filmpjes ook al aan bod kwam, is dat het zou me niet verbazen dat het gewoon een combinatie van beide is. Dus een stukje dijkveroudering in combinatie met behoefte aan, zo werd gesteld, hè, behoefte aan beheer en onderhoud. Maar het is een terechte vraag en ik denk ook dat het een mooi haakje kan zijn naar de verhaaltjes die zometeen worden gehouden over het onderzoek. Want ik kan me voorstellen dat dit zou nou typisch de vragen die je in het onderzoek naar voren wil krijgen. Wat is nou intrinsiek onderdeel van dijkveroudering en wat is meer, dit is gewoon een natuurlijk iets van een dijk en dat hoort inderdaad bij uitgesteld beheer en onderhoud. Dus goede vraag en een mooi brugje, Freddy. Zeker, zeker. Dankjewel. Maar voordat we naar die verhalen gaan luisteren, hebben we nog een derde filmpje. En dat is een filmpje dat is geschoten in Tiel, met weer een heel ander type bekleding. Jaap, jij introduceert het eventjes. Ja, dat klopt. Historisch Tiel met een stukje antieke bekleding, om het maar zo te zeggen. Het is nog ouderwets natuurbasalt, die weer heel anders zich gedraagt dan de nieuwe basaltonzuilen natuurlijk. Jullie zien daar Peter Bonen, al eerder geïntroduceerd. En mijn collega Wim Cornelissen, een dijkbeheerder al daar. Het zijn twee oud-collega's en je merkt dat ze aan het eind van het filmpje eigenlijk te weinig tijd hebben gehad. Nou, we zijn heel benieuwd. Nijmegen, hebben wij dus hier even een aparte inspectie. En zo liepen zij nog vele kilometers richting Nijmegen. Als ze niet uit elkaar hadden gehaald, hadden ze nu nog lopen praten vermoedelijk. En ik zal je vertellen, het was nog interessant geweest ook, zeker weten. Ja, het zijn twee zeer bevlogen mensen die gewoon een hele hoop kennis hebben. En dat is natuurlijk heel belangrijk als je met data-analyse aan de gang gaat, dat je die betrokken, die deskundige mensen erin meeneemt. Ja. Ja. Nog andere dingen die jij hier over wil vertellen, eventueel voordat we de Mentimeter-vraag presenteren? Ook hier kun je ook weer heel veel vragen stellen. Hoe komt het dat een visser een steen uit een bekleding kan trekken? Wat is er dan al gepasseerd dat die inklemming onvoldoende is geworden? Nou, dat zijn allemaal van die vragen waar je tegenaan loopt als je die veroudering in beeld wil krijgen. Ja, ja, oké. Ik vraag de regie om de Mentimeter-vraag op te starten. Welke processen kunnen in jouw gebied, oorzaak zijn van een versnelde dijkveroudering? Nou, interessant, benieuwd wat voor reacties daarop gaan komen. Ondertussen, Oscar, hebben jullie ook trouwens stukken met steenbekleding in Delfland? Ja, ja. Ik moest ook net even denken aan die steen die door waarschijnlijk een visser eruit gehaald is. We hadden een aantal jaren terug een vergelijkbare situatie waar gewoon een complete barbecueplek was ingericht. Dus dat was niet één steen, maar gewoon een heel setje stenen naast elkaar en de vuurpit zat er nog in. Dat is best een lastig iets om ook weer opgelost te krijgen. Want ja, wie gaat dat dan weer zo snel even terugzetten? Dat zijn natuurlijk niet kleine steentjes en je wilt ook dat dat goed gebeurt.
Dus dat was voor ons ook nog weer een hele uitdaging. Inmiddels is er een compleet andere situatie gebouwd, zal ik maar zeggen. Maar heel herkenbaar. En ja, dat brengt je gelijk ook in het idee van ja, wat moet je in hemelsnaam doen met voorlichting? Om mensen te vertellen van ja, wacht even, dit ligt hier voor jullie veiligheid. Dus daar moet je eigenlijk gewoon vanaf blijven. En dat, daar hebben we misschien als waterschappen nog wel een taak te doen, zeg maar. Nou, we zien inmiddels heel wat reacties binnenkomen. Ik zag er helemaal aan het begin al gelijk een paar die ook over scheepsvaart gaan. Droogte, ik zag ook iets over zettingen. Eigenlijk zie je dus sowieso dingen die van binnen komen. Veroudering door in het dijklichaam zelf, eigenschap van het dijklichaam zelf. En verouderingsprocessen die veroorzaakt worden door een impact van buiten. En die impact van buiten, dat kan ook graafrij zijn. Dat kan soms momentaan zijn, een incident als het ware. Of juist iets wat een soort slepend en langdurig proces is, toch? Ja, ja, en een hele interessante die hier ook tussen staat, dat is een normverandering. Dus op het moment dat je een nieuwe norm krijgt, ja, dan kan je dijk opeens verouderd zijn. Ja, dat is er wel één waar ik even over na moet denken. Ja, nou, daar ben jij toch van STOA. Dit zijn vragen die denk ik door ook weer opgelost moeten gaan worden. En voor de rest staat er gewoon heel veel herkenbaars bij. De visser komt ook terug, uiteraard, maar die is dan gesouffleerd. Onvoldoende kennis, dat is natuurlijk ook wel eentje. Als een beheerder onvoldoende kennis van zaken heeft en gewoon zijn grasmat op een verkeerde manier beheert, dan kun je snel achteruit boeren. Daar sluit ik ook wel bij aan. Ja. Dus er staan hier hele wezenlijke suggesties bij. Ja. Ja, die droogte die valt wel heel erg op. Daar hebben jullie natuurlijk in Delfland ook van alles mee te maken. Ik denk dat dat waarschijnlijk een van de sterkste triggers is voor dijkveroudering bij onze Veendijk in het regionale systeem. Het is ook niet voor niks dat wij jaarlijks natuurlijk de droogte monitoren. In die zin van, nou, op welk moment hebben we dusdanig veel vochttekort dat wij eigenlijk een aangepaste inspectie moeten gaan doen. En dat is ja, gewoon daardoor ingegeven. Waarbij, ja, dat is natuurlijk wel weer grappig. Het PUW-programma is natuurlijk ooit begonnen na de dijkdoorbraak bij Wilnis, wat weer een veroorzaak werd door droogte. Dus met terugwerkende kracht staan we hier hetzelfde onderwerp weer te bespreken. Ja. Dat is wel grappig. Ja, dat is zo. Jaap, zijn er nog dingen die jou nog heel erg opvallen, waar je nog even op terug wil komen, afgezien van de dingen die je net natuurlijk al noemde? Ja, het zijn toch ook weer de in het oog springende oorzaken die hier ook genoemd worden. Ik denk dat er ook sluipende moordenaars zijn, waar we ons misschien nog niet zo van bewust zijn. En die er wel in kunnen zitten. Ik herken ze hier niet. Ik denk bijvoorbeeld, nou, dat heeft te maken met de menselijke factor. Onderhoud je je grasmat goed, waardoor vervilting op gang kan komen en je gewoon de afname wortelsterkte krijgt. Dat zijn van die sluipende moordenaars. Die je misschien geleidelijk mee gaat maken als inspecteur en dus op een gegeven moment ook niet meer ziet omdat je gewend bent ze te zien. Ja. Dus die awareness, de bewustzijn van een inspecteur moet ook op niveau blijven om die oorzaken op te sporen. Ja. Oké, nou, er is natuurlijk nog heel veel meer over te vertellen, maar ja, we hebben ook een programma, we willen ook graag door. Ik ga deze twee heren voor dit moment heel erg bedanken alvast om die filmpjes met ons te bespreken en de antwoorden op de Mentimeter vragen. Ik zou zeggen, zoek u even een plaatsje. Straks hebben jullie nog een rol te vervullen.